En John Dekker op de derde plaats met zijn Elwood Charisma. Vanuit de vierde stelling komt daar nu ook de aanval van Guy Pompon. We hebben inmiddels een nieuwe koploper. En dat is Cyrus Dalba en John de Leeuw. En die gaat denk ik ook niet meer achterhaald worden. Heeft anderhalve lengte voorsprong. Fien Wielinga in strijd voor plek 2 met Elwood Charisma en Guy Pompon. En we komen in de laatste rechte lijn. Dit is heel gemakkelijk. Cyrus Dalba, alles buitenom, wint het hier op magistrale wijze. De 4 wint voor de 5, de 1, de 8 en de 10. En dat is voorlopig. En dan komt hij aan, John de Leeuw. Hij wint de zevende koers met Cyrus Dalba. De tweede overwinning voor trainer Bas Krebas. En voor John zijn hier de bloemen. Ja, John, vertel even, want je hebt het paard eigenlijk vanaf zijn debuut gereden. De eerste keer hier op Alkmaar was uitstekend. Toen ben je naar Wolvenga gegaan. Dat was Maatje de Groot? Ja, toen was hij ook misschien niet even in orde. En Bas heeft nou een kleine verandering in de training aangepast. En ja, het was vandaag weer uitstekend goed. Was zeker goed. Ja, de keuze om de koers af te dwingen was ook een bewuste? Ja, nou ja, goed. Ik vertrok eigenlijk. Ik was mooi weg. En we gingen op een gegeven moment met 2-3 paarden achter elkaar rijden. En ja, en dan moet je zo'n kilometer. En dan denk ik, nou ja, er komt er een op. Ik ga heel rustig naar buiten. En het tempo lag ook vrij hoog. Dus ik heb het zo trapsgewijs opgebouwd. Leert veel per start? Absoluut. John de Leeuw, dames en heren, heeft toegeslagen met deze Cyrus Dalba. Onze felicitaties gaan uit naar de Himia BV. Trouwe eigenaar aan de stal van Bas Krebas. En ze hebben weer een goeie uit Frankrijk gehaald. En die heet Cyrus Dalba. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime. So I'm coming in out of the rain and hear the jazz go down. Nog 100 meter. 50. De start is gevallen, de paarden onderweg. De strijd om de leiding wordt gewonnen aan de binnenkant door nummer 1. En dat is Fien Wielinga. Fien Wielinga brengt het veld de eerste bocht in. Aan de buitenzijde komt er een aanval van El Pano. En aan de binnenzijde trekt mee Eclipse. Dat zijn de voorste drie. En een hele goede start is er daarachter voor John de Leeuw. Met zijn paard nummer 4, Cyrus Dalba. De favoriet. En als we die laatste rechte lijn van 21 november herinneren. Dan moeten er vandaag toch mogelijkheden liggen voor uw favoriet. Paarden zijn op weg naar einde overzijde. We zien in het achterveld een deelnemer die daar even een moeilijk momentje had. Dat was Elwood Charisma met John Dekker. En die zal nu weer opnieuw aan moeten zetten om de aansluiting met de voorste paarden te bewerkstelligen. Goed. Op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En aan kop van het veld paard nummer 1, Fien Wielinga. Misha Brouwer op zoek naar een hattrick vandaag hier op de Waal van Alkmaar. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats is het dan Eclipse. En in derde stelling aan de binnenzijde El Pano. En daarachter komt Cyrus Dalba alvast van de reling af. Is de ideale gangmaker voor Eileen DZ. En aan de binnenzijde Ruud Pols met Fip Junior. Achter Fip Junior is aan de relingzijde Goulia Elegance. En in het tweede spoor wordt nu een keer mooi naar voren gebracht. Paard nummer 8 Guy Pompon. En op een lengte of 2,5 volgt paard nummer 5 Elwood Charisma. Veld schuift in elkaar en John de Leeuw die geeft daar gas aan de buitenkant met zijn Cyrus Dalba. En in het gedrang daarachter heeft de Gullia Elegance een moeilijk momentje. Maar gelukkig voor Niels Jongejans nu wel een vrij spoor. En dan valt er wellicht wat te doen. Ook Elwood Charisma maakt gebruik van dit hele lage tempo om aan de buitenzijde wat plaatsen goed te maken. Veld schuift daar helemaal in elkaar en opnieuw probeert Misha Brouwer zijn kunststukje van kop af uit te halen. Heeft een halve lengte op Cyrus Dalba. De buitenzijde Elwood Charisma die in het derde spoor naar voren komt. Achter Elwood Charisma aan de binnenzijde Bergkamp met C-clips die geen meter te veel loopt. En daartussendoor Eileen DZ, ook die heeft het kruid nog aardig droog. En achter deze paarden gaat ook mee naar voren paard nummer 8 en dat is Guy Pompon. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan, zijn hier nog veel mogelijkheden hoor. En het is aan de binnenzijde Fien Wielinga die de aanval krijgt van Cyrus Dalba. In het achterveld een uitgeschakeld moeilijk moment. Uitgeschakeld paard nummer 2 galop. Daar maakt Eclipse een galopade en één deelnemer die moest daar ter nauwe nood omheen sturen. En dat was, dacht ik, El Pano. We gaan af op de laatste bocht en John de Leeuw die zet daar bij de koploper nu serieus druk. Maar die Fien Wielinga die geeft voor ons nog geen krimp. Nek aan nek, neus aan neus. En John Dekker op de derde plaats met zijn Elwood Charisma. Vanuit de vierde stelling komt daar nu ook de aanval van Guy Pompon. We hebben inmiddels een nieuwe koploper en dat is Cyrus Dalba en John de Leeuw. En die gaat denk ik ook niet meer achterhaald worden. Heeft anderhalve lengte voorsprong. Fien Wielinga in strijd voor plek 2 met Elwood Charisma en Guy Pompon. En we komen in de laatste rechte lijn. Dit is heel gemakkelijk. Cyrus Dalba, alles buitenom, wint het hier op magistrale wijze. De 4 wint voor de 5, de 1, de 8 en de 10. En dat is voorlopig.